Leuk dat je even kijkt naar dit filmpje. Ik wil twee uitnodigingen doen. Aanstaande zondag vieren we hier in de kerk voor het eerst weer het avondmaal. Ik zie er naar uit om dat samen met jullie te vieren. Om te gedenken dat onze Heer Jezus Christus voor ons gestorven is en voor ons is opgestaan. En het is mooi om dat te doen bij brood en beker. Nu kunnen we hier aanwezig zijn met 150 mensen. En ik zou het zelf heel fijn vinden als we ook echt met 150 mensen zijn. Op het moment dat ik dit filmpje opneem, zijn er nog maar 60 aanmeldingen. Dus er is nog meer dan genoeg ruimte om erbij te zijn. Dus van harte uitgenodigd om je aan te melden en om zondag hier aanwezig te zijn in de dienst waarin we het avondmaal vieren. Waarin ook John geloofsbelijdenis zal doen en zijn dochtertje gedoopt zal worden. Het is ook startzondag. Na die tijd is er een picknick buiten, drinken we samen koffie. Ook dan is het mooi om elkaar te ontmoeten. Ik nodig je ook uit om, als je hier niet aanwezig kunt zijn, en daar kunnen hele goede redenen voor zijn, om dan thuis het avondmaal mee te vieren. Haal een beetje brood in huis en leg het op een bordje. Zet een beker klaar of een glas klaar met daarin wat druivensap of wat wijn. En er zal tijdens de liturgie hier in de kerk ook een moment zijn dat je dan thuis uitgenodigd wordt om op dat moment wat brood te eten en uit de beker te drinken. Nou, ik zie uit naar een mooie zondag, een startzondag die in het teken mag staan van de viering van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Van harte welkom.